De piratenlijn. Neem plaats. Mijn naam is Matthijs Pontier. Ik ben nummer 4 van Piratenpartij De Groene. En ik heb ook een achtergrond als wetenschapper op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ik kan natuurlijk niet het programma gaan oplepelen in een minuutje. Dus ik ga het houden tot de kern. En waarom wij onze keuzes maken zoals we ze maken. En onze kernpunten zijn burgerrechten, democratie, een transparante overheid en vrije toegang tot informatie. En al die kernpunten hebben te maken met een eerlijke verdeling van macht in de samenleving. En technologie heeft het in zich om een klein groepje mensen heel veel macht te geven. En daarom is het belangrijk dat we dat goed reguleren. Als grote bedrijven te machtig worden, dan pakken we die macht van die grote bedrijven aan. Bijvoorbeeld door te zorgen dat ze onze rechten niet meer mogen schenden met goede wetgeving. Of door grote techbedrijven op te breken als ze te veel diensten leveren en daardoor te groot worden. En we willen ook niet dat de overheid te machtig wordt. Die mag ook niet zichzelf allerlei bevoegdheden toe-eigenen die rechtstreeks uit dystopische science fiction lijken te komen. En wat we juist wel willen doen is burgers verenigen en de positie van burgers verstevigen. Bijvoorbeeld in Amsterdam hebben we e-democracy systemen gerealiseerd. Daarmee kan iedereen meedenken, meebeslissen en meedoen. Richting het laatste punt. Ik ben ook verkozen in het waterschap en daar laten we zien wat we met zetels kunnen doen. We waren bezorgd over de beveiliging van belangrijke assets zoals bruggen, sluizen en gemalen. Toen zijn er klokkenluiders opgestaan, bleek erger dan we dachten. Hackers die hadden zo de boel onder water kunnen zetten. Dat wordt nu verbeterd. Meteen wordt ook de hele ICT-organisatie gereorganiseerd. Omdat mensen gingen afvragen hoe hebben we eigenlijk tot deze beslissingen kunnen komen. Wordt ook de aansturing van ons onderhoud van waternet wordt ook verbeterd. Dankjewel Matthijs. Applaus voor jou. Ga zitten. Applaus. Goed gedaan. De Partij van de Dieren op ons nemen en met één zetel krijgen we al dingen voor elkaar. Wij kunnen doen voor digitalisering inleveren wat Partij dat van de Dieren voor dierenrechten. Inleveren dat ding. Nou, dit is in ieder geval een politicus die de maximale ruimte neemt, dus in die zin zou je geschikt zijn.